Alright, even de opname starten. Begin service. Even pauze. Goedemiddag, machinist. Dit is maandag 28 december 2020. Het is de Intercity 36-37 van Zwolle naar Roosendaal. U rijdt het laatste stuk van dit traject. De trein vertrekt over 5 minuten. Oké. Dan pakken wij deze er even bij. Ik snap alleen niet waarom hij dit nou niet zo mooi meer opslaat zoals de vorige keer. Maar goed. Trein nummer 36-37. En wij komen dus van Zwolle naar Roosendaal. Een timetable hebben we niet. Hoeveel stok? Ja, heel veel bakken. Zullen we even 7 gokken? Of nee, we doen 8. Dat is een heel mooi getal. We rijden voor de NS. Nee, ik doe trouwens 7. Want je ziet heel vaak 7, niet 8. Let op, straks zijn het er natuurlijk toch wel 8. Alright. Eventjes naar binnen. Deuren open. Even kijken. Nee, dat geloof ik niet. Oh. Wat? Oh. Nee, hij is nog lang niet klaar. Wij kunnen hier pas om 15 kunnen we hier weg. Dus dat ding heeft gelogen. 1, 2, 3. Oh, toch wel 7. Nice. Wat is hier nou aan de hand? Ik hoor dat er wat zoomen. Dat is annoying. Even kijken wat het is hoor. Wat ben je aan het doen? Je best of zo? Hij wil gaan rijden, doe maar hoor. Maar niet zo lopen janken hier. Ja, machinist geeft tractie met de rem erop. Ik weet dat er sneeuw ligt hoor, maar je kunt ook overdrijven wat dat betreft. Goeiedag hé. Ja, IC defect. Dit is super annoying. Ik ga even hier zitten. We gaan even hier zitten hoor, dames en heren. Anders word ik helemaal lijp van die ICM die of van die ICD die naast ons staat. Ja, je moet ook geen tractie geven als je rem erop staat. Dat is ook niet handig. Dat sowieso. Ja, moet ik even de rest van de 5 minuten maar even hier dichtbij gaan staan dan? Zo. Kunnen jullie dit 5 minuten volhouden, jongens? Ik bedoel, ik geef jullie een paar seconden om... Zie, ik pas. Zo snel gaat dat. Ja, nee, stop maar weer. Nee, oké, okay, is goed hoor. Ja, behalve koplopen, die kan er wel tegen. Dat is de enige ook ongeveer. Je kunt het een dag volhouden. Kijk, dat zijn de sterke mensen. Zometeen na het scenario moet ik trouwens nog even wat water uit de koelkast halen. Want ik bedenk dat ik me dat nog niet hier heb staan. Water. En dat is wel iets wat ik nodig heb. Staat even kijken hoor. Hoe moet. Ik zag iets dat Brian op had gereageerd. Hoe moet de Academy aan? Daar staat vast wel op Dutch Sims uitgelegd. Of Koplop moet nou toevallig een filmpje daarover hebben gestuurd. Tot hoe laat ga je live? 5 uur. Ik vind trouwens dat het iets te lang duurt. Zo. We gaan de tijd even iets voorop vooruit spoelen. Want die ICM die gaat, of die, dat ding naast ons gaat toch niet weg. Van en na Den Helder. Moet ik even kijken of dat gaat lukken, Dominique. Want we moeten even een beetje rekening houden met het... hoe is dat? Met de tijden van de scenario's en de giveaways. We moeten oppassen dat we niet al te lang scenario pakken. Zo. Nou, ga even terug naar de cabine. ATB. Staat de verlichting nu wel of niet aan? Niet. Nu wel. Oh, is. Hij heeft de rem duidelijk vanaf. Oh my god. Wat heeft dat lang geduurd, zeg? Holy shit. Hier blijven. Ja, hij heeft de rem duidelijk vanaf. Ik vind trouwens een maan voor 12 uur 's middags wel heel overdreven trouwens. Wat jullie? Ja, net op het moment dat wij moeten vertrekken inderdaad. Hallo! Waarschijnlijk mag die Intercity direct die mag geven wat directer. Oh, ligt aan het jaargetijden, ja? Oké, okay, nou ja, kan gebeuren. Oh, scenario's op een maandag. Nee. Oh, Brian, gele kaart. Sowieso. Dikke gele kaart.
Badoep. Oh, dat zijn dan van die grijze lokjes. Volgens mij zie je trouwens die grijze loks nu toch veel meer rijden, dacht ik, of niet soms. Want volgens mij zijn die gele loks niet zo heel erg... Oh, zijn er weer weg, ja? Jeetje, Wina. Oké, let's go, Turbo ECM. GG! Dankjewel, Tom. Als we nou net ietsje vroeg hadden weggereden, hadden we momenteel over de... Badoens. Dankjewel, Rutger. Oh, we reden te snel. Of niet? Of wel? Nee, niet. Zo. Wel heel mooi. Als ik net ietsje vroeger was geweest, had ik over de ICD ingereden, denk ik. Wel, nee, nee, of wel, nee, lekker overtuigend. Ik ben super overtuigend als machinist zijnde, dat weet je toch. Doe een beetje voorzichtig met mijn mooie kop lopen. Nou, nou. Ik doe mijn best. Laten we het zo zeggen. Even een beetje remmen. Zo. Oh ja, ik kan nou trouwens wel weer de omroep aanzetten, want die zit hier toch niet in. Even kijken. Jup. Oh, ik heb trouwens de koersballen niet aangepast. Zal ik het zo meteen ook even doen? Even kijken. Waar ging ik weer naartoe? Roosendaal. Even kijken. Roosendaal, Roermond, Roosendaal. Zo. Dat zijn van net, dat laten jullie. Zo, een paar screenshots. Super belangrijk. Ja, mooi hè, Blokkie. Ik vind het zelf van ook. vol tractie, vertrekken in de sneeuw, steeds vol tractie. Ja, ik weet het. Normaal gesproken zou je hier met slippende wielen weg moeten gaan, om het zo te zeggen. Maar merk je hier in de sneeuw nog niet gek veel van. Heel elektrisch zin aan de Wallenboeren. Ja hoor, maar ik draai gewoon tractie vol open. Hey Nicola, goedemiddag. Welkom. Ik vind alleen die tyfoon nog wel een beetje raar. Ik bedoel, het is dat... De ICM heeft dat volgens mij een hele andere tyfoon normaal gesproken. Zo goed als de binnen geluiden zijn, zo laat het eigenlijk de rest het een beetje afweten wat dat betreft. Oh, serieus? De NS had ze laten op Groningen staan terwijl je naar Den Helder heen ging. Dat is lekker makkelijk. Oh, Den Haag. Nee, top. Nou ja. Wat je hebt gemist, Nicola. De volgende scenario reden wij met de R-net van Gouda naar Alphen aan de Rijn. Dus dat heb jij gemist. En een giveaway van Car Mechanic Simulator 2018. Er komen nog meer giveaways, maar dat heb je tot nu toe eventjes gemist. Ja, het is wel apart inderdaad. Ja, dat sowieso. Want het geluid wat dat betreft is verder heel goed namelijk van deze audiomod, om maar zo te zeggen. Maar ja, de tyfoon, dat weet ik niet zo heel goed hoor. Volgende halte, Etten-Leur. Let alstublieft op de ruimte tussen de trein en het perron. Etten-Leur. Hoe laat rij je die koploper in de prak? Ik hoop helemaal niet, Ton. Laat ik het zo zeggen. Ik wil die koploper wel graag heel laat, als je het goed vindt. Dude, ooit gehoord van remmen? Goeiedag, hé. Hey. Zo snel als dat je tractie geeft, zo langzaam remt dat ding. Mijn god, hé. Hey. Nou... Even een stukje verder doorrijden. Prepareert zijn Benhammer. Pas op, Ton, wat je zegt. Koplopers worden hier niet zomaar in de vannacht namelijk.
Zo, hier moet het wel goed zijn, denk ik. Ting! Oh, wow. Ja, hier zit het wel goed. Waarom? De deuren gaan al niet dicht. Hou op daarmee. Ik ga nog langer niet dicht, joh. Zometeen wil ik jullie wel even het mooie geluid laten horen van die koplopers. Want sommige mensen gaan er namelijk heel hard op. Dus ik wil wel graag het optrek geluid dat 12 bakken. Dit zijn er 7. Ja, RW en Hansen die gaat even zijn eigen gangetje wat dat betreft inderdaad. Zo, kunnen we zometeen even het optrekgeluid horen. Dat is namelijk best wel mooi bij deze trein. Of komt dat misschien omdat de voorste deuren open zijn? Anyway, de deuren die zijn dicht. Dus ik ga even het spel extra hard zetten. Tenminste, dat hoop ik dat het lukt. En dan gaan we even naar het geluid van de ICM luisteren. Dus nu mooi het geluid van de ICM hebben we gehad. Goed, op naar station Roosendaal. Ja, vol tractie, maakt niet uit. Sneeuw of niet. Mijn ICM heeft geen last van de sneeuw in ieder geval. Het lijkt wel een koffiemolen. Het is een soort van mening in kop lopen. Je mag geen mensen bannen omdat ze hun mening geven. liefje, kan jij een scenario naar Eindhoven doen? Want ik ben geabonneerd op jouw YouTube kanaal. Het kan in theorie wel trouwens. Dan moet ik eens op het zuiden van Nederland gaan kijken of er ook een scenario naar Eindhoven is. Maar dat hebben we nog niet gek vaak die kant op gereden, volgens mij. Na Eindhoven, ja. Ik ben teleurgesteld in Etten-Leur. Wat een afgang. Ze hadden een prachtig station kunnen bouwen, maar dat deden ze niet. Ik vind het 3 keer niks. Hé, hey, hoe zeg je dat? Jouw mening, Nicola, geen probleem. Ik ben zelf nooit nog eigenlijk in Etten-Leur geweest. Dus ik denk ook niet dat ik echt wat gemist heb, als ik het zo begrijp. Tilburg Universiteit weer tot Eindhoven. Zou kunnen. Ik moet gewoon even kijken wat voor aanbod er is qua scenario's en dat soort dingen. Ja, maar ik geef gift subs. Oh, wacht even. Ja, dat is natuurlijk veel zwaarder gift subs natuurlijk, hè? Oh, ook nog een scenario naar Alkmaar. Jeetje mina, zo blijven we bezig, of niet? Een keer naar Eindhoven, Alkmaar. Kijk, je hebt natuurlijk, zeg maar, je hebt giveaways. En dan heb je, hoe heet het ook alweer? Dan heb je gift subs. Ja, hoop. Nee, grapje. Ik zal wel kijken wat we allemaal kunnen doen. Laat je ideeën zien, kunnen zien wie er was. Knal Arnhem, Pris, ik haver ook nog even weer. Ja, daar kun je wel makkelijk. Daar kun je ook aan voorbij rijden. Het is ook al een tijdje geleden dat ik de route überhaupt gereden heb, Nicola. Dus ik vond weer tijd dat we hier eens op gingen rijden. De route heet in ieder geval, volgens mij, Zuidwest-Nederland is dit. Gaat vanuit Vlissingen naar Roosendaal. Het gaat ook nog een stukje naar België trouwens, vanuit Roosendaal op deze route. En je gaat in de richting van Rotterdam, kun je ook gaan. Dus wel op zich best wel veel dingen waar je naartoe kunt gaan. Daarom ga ik al naar Arnhem Centraal. Ja, naar Essen inderdaad. Je kunt op deze route ook naar Essen. Daar kun je die update van Chris gebruiken. Oh, trouwens, daarover gesproken. Ik moet die update van Chris nog installeren, bedenk ik me net. Ik heb die nog niet geïnstalleerd. Er is gisteren van de Trax is een update uitgekomen. Dat je nu ook met het Belgische. Hoe heet het ook alweer?
de TDL of zo kunt rijden. TBL. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar je kunt met het Belgische beveiligingssysteem kun je rijden. Bij zuiden van Nederland zit die scenario van Tilburg Universiteit naar Weert. En dan moet je rijden tot Eindhoven Centraal. Oké. Okay. Nee, daar heb je ook geen mail van gekregen, Jeppe Rama. Tenminste, ik heb er zelf ook geen mail van gekregen. Maar je hebt nu versie 1.5 van de Trax, heb je. Hoi, wat is hier aan de hand? Van de rare disco hier. Ja, yeah, shadows. Geen idee dat helemaal een pootje is, maar goed. Zandvoort. Oh god, dat kan ook nog. Oh, de Issel of dat oude verhaal? Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor de laatste keer überhaupt daar iets mee te maken heb gehad. Geel? Oké. Okay. Ting-ting. Eén ting was voldoende geweest, maar wij krijgen er twee. Oh, de Valleilijn. Dat is ook nog eentje. Dat kan heel veel. Oh my god, wat is dit? Oh, dat maakt niet uit hoor, Bob. Dat maakt echt niet uit dat je veel of weinig reageert. Een of andere disco-bende hier. Gadverdarrie. Ik dacht namelijk dat, hoe heet dat? Dat ik het hele Issel of nog wat als probleem al had weggeknikkerd namelijk. Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik het voor de laatste keer last van had. Weesp Amersfoort als hij niet vol met bugs zit. Zoek al een stukje Joni in Weesp Amersfoort. Ook protesten van discotheek-eigenaren? Bij jou, momenteel? Oh, in Train Simulator. Ja, dat zou het kunnen zijn geweest, inderdaad. Oh ja, nog steeds geel, hè? Oh, dat bedoel ik niet. Over enkele ogenblikken arriveren wij op station Roosendaal. Dit is het eindpunt van deze trein. Denk bij het verlaten van de trein om uw bagage of persoonlijke eigendommen. Ja, zal ik doen. We hopen dat u een prettige reis heeft gehad en we wensen u een fijne dag. Dankjewel. We rijden straks weer met een trein. Je kunt nu ook in 35 minuten met de ICE3 met 200 over Old Lake Town rijden met Zweedse stationsnamen in je omroep. Oh yes, dat kan ook nog inderdaad, ja. Oeh, we komen tegelijkertijd binnen met een cargo-trein. Netjes. Oh, heck yes. Rozen zijn rood, de lucht is blauw, ons eindpunt is Roosendaal. Zeker weten van wel. Oh, het is hier lekker druk trouwens. Hier, moet je kijken joh, de OV-firm. Hoe lang is dat wel niet geleden dat we dat ding ooit een keer gezien hebben? Goeiedag hé, de OV-firm. Oh, kijk, we hebben allemaal nog clipjes. Die kunnen nog wel, zou ik als een soort van hoogtepunt ding kunnen gebruiken, misschien die clipjes. Ook wel leuk, denk ik. Ha! Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, Roosendaal eruit en gauw! Rijden met de OV-firm, dat zou op zich wel een keer kunnen, maar ik heb volgens mij daar nou niet echt een dingetje voor. Oh, we gaan naar links. Ik had eigenlijk verwacht... Of we gaan naar rechts. Ik had verwacht dat we naar links gingen. Ik vind deze wisselgeluiden wel echt heerlijk.
Zou je die maar op? Ja. Mooi verhaal. Zo. Deur weer open. Oh, wat? Yeah. Wat de F is dit dan weer? Holy crap. Jeetje, Om veiligheidsredenen verzoeken wij u uw bagage niet onbeheerd achter te laten. Oké. Hij doet het gek genoeg alleen maar als je, hoe heet dat? Als je met B nummer 2 staat. Als ik nu 2 doe. Oh, nou niet meer? Oh, blablabla. Oké. Einde scenario.